Yo en welkom bij deze nieuwe video van Voetbalfit. Vandaag zijn wij hier op Rijnsburgse Boys zoals altijd en gaan wij de panna challenge doen. Even kijken wie de beste techniek beheerst en natuurlijk even kijken wat de eindstand wordt. Dus, we gaan het zien. Lekker. Dan gaat als volgt. Ik weer de bal en dat doe ik zo. Op. Check. Moet ik dus eerst de panna maken en dan moet de bal in doel en dan pas heb ik een punt. Maar ja, dat gaat hem straks niet lukken, dus we hebben het hem eigenlijk nu voor laten doen. Dus let's go eigenlijk. Lekker naar 2-0. Tot 3 gaan we toch? Ik vergat dat als je een panna maakte dat je ook nog moest scoren. Ja! Nee! Stan is me nu heel erg aan het warm maken qua panna's, dus ik heb mijn shirtje uitgetrokken. Maar ik krijg ook een beetje paniek, want ik ga gewoon terugkomen. Dus ja, ik ga volgens gewoon 3-0 winnen. Ik heb gewoon last van mijn rug. Nee, serieus, hoe oud ben je? 25. Nee. Het zou me niet spaat namelijk. Ja, ik sport de hele dag op opleiding. Ja, dan ben jij fit. Ja, maar mijn rug niet. Welkom bij yoga. Bovenhalen. We gaan zo omhoog. En we koppen zo een bal. En we koppen de bal weer terug naar stand. Juist. En zo doen we dat ook. En op voetbalveld Geen en yoga. Dat zeker niet thuis te doen. Dat is heel belangrijk. Dan ga je maar staan. Ja. Oh. Nee. Oh. Dat was bijna panna bij zichzelf. Die niet meer toch? Jawel, telt hij niet? Nee joh. Als de kijkers vinden dat gewoon de panna is, krijg Stan de volgende keer een billybal. Shit. I have lost man. Shit man. Ja, ik wil naar die volgende keer. Ik heb gewonnen man. Gewoon de eerste keer dat ik heb gewonnen nu. Nee, tweede keer. Oh nee, oh ja, dat is waar. Nu staat 1-1. Oké, dan gaan we even die auto doen. Oké. Ik ben een beetje vernederd. Dus daarom kijk ik een beetje neer. Hoe is het geworden, Bo? Ja, 3-0. 3-0. Ja, maar dat deed ik ook niet bij jou vorige week, hè, met die crossbar challenge. Ja, dat was 2 weken geleden. Ja, 2 weken. Ik ken ons eigen schema. Maar vergeet zeker niet te liken en te subscriben op onze eigen social media's en ja, we're out.